terug in zijn woning waren de irritaties enigszins geluwd en was een normaal gesprek weer mogelijk. We waren beide moe en ik lag lang uit op de bank. Klaus zat in de fauteuil enkele aantekeningen te lezen die hij uit een lade had gehaald, waarin hij ook een serie externe harde schijven had liggen. Onverwacht ging de bel. Ik schrok ervan. Klaus keek me even aan en haalde zijn schouders op. Hij sprong op uit de stoel, liep naar de kast en sloot snel de la. Daarop verliet hij de kamer. Ik hoorde hem de voordeur ontgrendelen. Er klonken plotseling enkele harde knallen. En ik zag hoe op twee plaatsen de kamerdeur versplinterde rondom kleine gaatjes. Ik hoorde Klaus kreunen. En besefte toen pas dat het om pistoolschoten ging. Opnieuw werd er geschoten. En twee luidschreeuwende mannen met rode bivakmutsen stormden de kamer binnen. Terwijl één van de mannen de studeerkamer inliep, kwam de andere mijn kant op. Ik zag dat onder de dunne stof van de bivakmuts een lach verscheen. En dacht aan de twee mannen op het terrasje in Koningswinter. Ik veerde op uit de stoel en probeerde tevergeefs weg te rennen naar de keuken. Eén kogel schoot dwars door mijn linkerbeen en ik zag hoe het lood van de kogel zich in het hout van het kastje met de stoommachines boorde. Direct daarna werd ik door een tweede kogel in mijn rug getroffen en een derde volgde. Ik bleef staan. Het warme bloed stroomde gulpend uit mijn lichaam en ik voelde mijn krachten verzwakken. Ongeveer ter hoogte van mijn maag kleurde het katoen van mijn blouseje langzaam rood. Het been waarop ik nog stond begon te trillen. Pijn had ik echter niet. Ik keek wanhopig naar de schutter en zag hoe hij langzaam oploste in de lichtende vlekjes. Ik zakte ineen. Ongeveer 20 minuten later kwam ik weer bij mijn positief en ik voelde me koud, klam en kon moeilijk ademen. Ik zag dat er een behoorlijke plas bloed rondom mijn lichaam lag. Bewegen kon ik me echter niet, maar voelde toch hoe ik langzaam weer enige controle over mijn ledematen kreeg. Met één hand opende ik de knoopjes van mijn blouse. Voorzichtig trok ik het hemd omhoog en schrok van de grote gapende wond aan de rechterzijde van mijn borst, net boven mijn maag. Gelukkig bloedde het nog maar weinig. Met één hand opende ik de knoopjes van de blouse. Voorzichtig trok ik het hemd omhoog en schrok van de grote gapende wond aan de rechterzijde van mijn borst, net boven mijn maag. Gelukkig bloedde het nog maar weinig. Eén van de ribben stak er schuin uit. Ik kon te draaien voor mijn ogen. Maar ik viel niet terug in de donkere wereld van de bewusteloosheid. Er heerste een bizarre stilte in het grote huis en ik vroeg mij af of Klaus nog in leven was. Heel langzaam sleepte ik me voort over de vloer in de richting van de kamerdeur. Mijn met bloed doordrenkte kleding trok een donker spoor over het tapijt van de kamer. Nu pas begon ik pijn te voelen die in hevige vlagen door mijn verminkte lichaam schoot. Bij de deur rustte ik heen. Na enkele ogenblikken tastte ik met mijn rechterhand over de vloer van de hal en voelde een grote plas bloed, waarvan het bovenste laagje reeds was verstold. Ik trok mezelf nu over de drempel en zag Klaus met wijd geopende ogen en mond op zijn rug liggen. Ik durfde niet verder te gaan en wist uiteindelijk met veel pijn en moeite de telefoon te bereiken die naast een stoel op de grond lag.